Yo Nintendo fans! De vorige video was de allereerste aflevering van Pokémon Scarlet. In de vorige video heb je kunnen zien dat Quaxly mijn starter Pokémon is. Wij gaan dit avontuur samen aan, jongens. Let's go! En dat we LeChonk hebben gevangen. Gooi een Pokémon! Vang LeChonky! LeChonk, beste Pokémon ooit! En in deze video gaan we nog veel meer nieuwe Pokémon vangen. Dus knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En beleef dit avontuur met mij. Als het goed is, kan ik gewoon zo'n Pokéball op hem gooien om te kijken of we deze Pokémon kunnen vangen. Of niet. Ik dacht dat het zo werkte. Maar blijkbaar niet. Dit is Tarantula. En die kunnen we natuurlijk ook proberen te vangen. Tarantula begint mij te tackelen. Let's go, Quaxly. Let's go. Hot ziek idee. Heel nice. Tarantula doet string shot. En ik ga hem vangen. En mijn vraag van de dag aan jou is: wie moet er sowieso in mijn team komen? Let's go. Laat het weten in de reacties. En dan vangen we hier Tarantula. Of Tarantula. Ja, nou ja, het is een gekke naam. Het is in ieder geval Bug-type Pokémon. LeChonk gaat naar level 7. En die heeft een nieuwe aanval geleerd. Work up. En dit is hem. Die draden om hem heen, die zijn elastisch genoeg om de sights van Scyther te deflecteren. Scyther is zijn natuurlijke vijand. Mijn favoriete Pokémon. Wat cool. Ik zie daar Hoppips. Maar in deze serie ga ik alleen maar Pokémon gebruiken die uit de Paldea-regio komen. Dus deze Hoppips, die gaan we niet vangen. LeChonk, kan jij battelen tegen deze Hoppip? Let's go, LeChonk. Kan jij hem verslaan? Oh nee. Mijn verdediging gaat eraan. Let's go, LeChonk. LeChonk is een level lager. Hij is niet zo snel. Hoppip doet splash. Oh, dat is chill, want dat gebeurt er lekker helemaal niks. Die kennen we van Magikarp. Let's go. Lekker bezig, LeChonk. Kan Hoppip mij eigenlijk wel aanvallen? Kent Hoppip wel een aanval? Of kent hij alleen Tailwhip en Splash? Dat zou chill zijn. Zo te zien wel. Kijk hoeveel Pokéballs er trouwens overal liggen. Je ziet overal die rode straaltjes waar Pokéballs liggen. LeChonk gaat dit doen, jongens. LeChonk gaat dit doen. De beste Pokémon der Pokémons in de wereld heeft een Hoppip verslagen. Lekker, man. En hij gaat gelijk naar level 4. Ligt hier een item? Hier ligt zeker een item. Pak dit item voor me. Lekker. Super potion. Wat is dit? Een antidote. Dus even kijken of we nog meer nieuwe Pokémon gaan vinden, hoor. Hoppipjes in de lucht. Het ziet er wel allemaal leuk uit, zeg. Allemaal zo vrolijk weer, deze regio. Hallo, Scatterboomky. Ik kan nog niet harder rennen, denk ik. Is het een Palmy? Is het een Palmy? Het is een Palmy. Ja, die wil ik hebben. Let's go, LeChonk. Ik heb geen idee of LeChonk sterk genoeg is hiervoor. Maar anders gaan we gewoon op een gegeven moment een Pokéball gooien. Kijk hoe klein Palmy is. Super klein Pokémonnetje. Ik denk dat we straks gewoon een Pokéball moeten gooien. Want hij blijft maar mijn aanval afweren. Of mijn aanval minder sterk maken. Dus ik ga gewoon een Pokéball gooien. Kijken of we Palmy kunnen vangen. Let's go. 1, 2, 3. Ja? Ja, we hebben Palmy. Lekker. Onze vierde Paldea Pokémon, jongens. Hotse vlot. LeChonk naar level 5. Leert een nieuwe aanval. Disarming Voice is trouwens wel nice. En hebben we Palmy in de Pokédex. Dus hier hebben we al van geleerd om sowieso even te lopen naar doodlopende eindes. Want misschien vind je daar wel een iets zeldzamere Pokémon. Dat is hoe ik nu Palmy heb gevonden. Nice. Oh, hier is het vuurtoren. Daar moeten we naartoe. De vuurtoren. Niet het vuurtoren, Rick. Misschien moet ik ook even terug naar school. De wonen zegt, zover heb je... Wat? Iemand begint te schreeuwen. Wie schreeuwt daar? Wie is dat? Laat ons met rust. Er is een mysterieuze cry, een mysterieus geluid. Namona zegt dat zou wel eens een hele sterke Pokémon kunnen zijn. We moeten uit gaan vinden wie dat doet. Weet je nog in de intro wat er gebeurde? De legendarische Pokémon, die was ook in de buurt van de vuurtoren. Zou die het zijn? Ja, we moeten de bron van de mysterieuze cry gaan vinden. Maar eerst ga ik natuurlijk even gewoon scouten. Eerst ga ik even allemaal items pakken, jongens. Allemaal potions oppakken. Let's go. Moeten we hier onderlangs? Oh ja. Oh, oké. Wij gaan onderlangs. Let's go. Goed idee. Gaan wij gewoon hier naar beneden springen in het water of zo? Hallo? Hallo? Oké, ik zie niks. Oh nee! Oh nee! De legendarische Pokémon, wat is er met jou gebeurd? Word jij nu gewoon aangevallen door Houndowers? Come on! Sta op! Let's go! Lekker! Kijk hoe boos die is. Oh my gosh. Ik heb zo'n gevoel dat wij naar beneden gaan vallen. Ja, dat dacht ik al. Oh, lekker. Gered door mijn Rotomfoon. Ja, wegwezen, Houndowers. Opzouten. Ik kom in vrede. Niet boos op mij worden, alstublieft. Oh my gosh. Ja, hij heeft echt iets verkeerds gegeten, denk ik, of zo. Hij kan zich niet meer bewegen. Ja, zie je? We moeten hem iets geven. Wil je broodje? Neem een broodje. Eet mijn broodje op. Die heeft mijn moeder gemaakt. Dit is een super lekker broodje. Ja, toch? Eet maar lekker op, jongen. Krijg je weer kracht van. Let's go. Nam, nam, nam. Zo droog. Ja, zie je? Ja, hij wil wel. Hij wil wel. Hoppakee, lekker, man.
Pas er wel op dat je mijn hand er niet afbijt, vriend. Yo, het is een magisch broodje van mijn moeder. Raaah! Ja, hij leeft weer. Lekker, man. Nou, aangenaam kennis te maken. Mijn naam is Rickachu. Wil je dat ik meega naar je grot? Gaan we even samen chillen? Kampvuurtje erbij, marshmallows, dat soort dingen. Klinkt als een top idee. Wow, oké, er is iets daar. Er is daar iets. Zijn die hangdowers daar naar binnen gegaan? Wayo. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er allemaal? Wow. What? Wat doet hij? Holy moly. Wat gebeurt er allemaal? Gaat hij Transformer-stijl of zo? What? Ja hoor. Man, wat een basie. Ja, ik ga je wel volgen, vriend. Ik wil weten wat jij daar doet. Ik wil heel graag weten wat jij daar doet. Koraidon, ik kom eraan. Ik vind het wel heel cool dat we nu gewoon aan het begin van de game al zoveel met de legendarische Pokémon te maken hebben. Kijk hem lopen, jongen. Ja, ik volg jou. Ik weet niet wat we gaan doen. Maar dit is spannend. Dit is spannend. Is dit jouw huis? Oké. Nemona zegt, wayo, Rickachu. Rustig, ja, ik ben gewoon hier. Ik ben chill. Alles gaat goed. En Nemona die heeft nog niet gezien waar dat geluid vandaan komt. Die zegt, ja, kom naar boven. Je moet iets vinden om naar boven te komen. Ik probeer je wel omhoog te krijgen met een van mijn moves van mijn Pokémon. Ja, komt helemaal goed, maar ik heb hulp hier. Koraidon, die kon me helpen. Koraidon is namelijk een eindbaas. Hoppakee. Lekker. Kijk die houndowers daar lopen. Nemona waarschuwt me nog steeds voor deze wilde Pokémon. Oh my gosh. Hallo, Young Goose. Hallo, ik kom alleen maar items pakken hier, hoor. Ik hoef niet per se met jullie te battelen, jongoesjes. Wat is dit voor groene meuk, trouwens? Is het gewoon gras? Glinster, glas, gras? Hey, Diglett, what up? Ik kom eraan, Koraidon. Ja, hoor, maar ik ga al je items pikken uit je grot. Oh, wacht, ik moet wel netjes met jou meelopen. Oké, cool. Super cool. Oké, we moeten die kant op. Kijk die houndowers daar, jongen. Zoveel. Jullie komen met z'n allen stoer doen tegen Koraidon. En jullie denken echt dat jullie Koraidon kunnen verslaan. Nou, ik denk het niet, vriend. Denk het niet. Hij hoeft alleen maar boos te doen en ze gaan al weg. We zijn gewoon matties met de legendarische Pokémon. Nu al. Oké, lopen maar. Ja, let's go. En de mode zegt, oh my gosh, die Pokémon is zo sterk. Hij maakt die stenen gewoon in één keer kapot. En nu zegt ze, pas op, er komt iets aan. Ja, wat komt eraan? Ik ben hier met Koraidon, jongen. Achter je. Het is achter je. Oh. Oké, Houndoom. De moeder van alle houndowers. Ja, de moeder komt zich even ermee bemoeien of de vader. Moeten we echt met jou gaan battelen? Lechonk tegen houndower. Lechonk tegen level 40 houndoom. Niet mijn Pokémon kapot maken. Nee, niet doen gewoon. Nee, dit is niet oké. Koraidon, help! Help me. Kijk hem kijken. Ja. Die bemoeit zich er even mee. Wat ziek idee. Wegwezen. Ja? Oké. Hij roept al zijn kinderen. En nu? Wat gaat er nu gebeuren? Ik denk dat we... Ga je ze aanvallen? Oh, er komen er nog meer. Ja, dan is het misschien tijd om te vluchten, Koraidon. Misschien moeten we toch even wegwezen hier. Misschien moeten we even weg. Dit zijn er veel te veel. Ik heb wel Quaxly. Ik bedoel, zo'n watertype Pokémon. Dus ze zou moeten kunnen. Maar ja, 40 levels verschil is wel een beetje ding. Let's go. Super cool. Ah, kijk de klappen. Ja. Maar, gaat Koraidon nu met ons mee? Dat is natuurlijk de grote vraag. Kijk hem lopen, man. Als een echte baas. Oké, nu heeft hij... Oh, wow. Hij heeft niet zoveel energie. Moet even tanken. Nemona zegt, deze Pokémon die lijkt op Cyclizar, maar ik heb er nog nooit zo eentje gezien. Wie is deze Pokémon? En nu ziet hij er ook anders uit dan een minuut geleden. Ik denk niet dat hij oké is. Misschien moet ik nog een broodje maken. Oh, gaat het weer? Ben je weer chill? Oké, het gaat weer beter. Nemona zegt, als jij ooit zijn trainer wordt, dan moet je mij tegen hem laten vechten. Oh, Nemona fixt even ons telefoonnummer. Ja, oké, alsjeblieft. Ja, 0612345678. Oh, wow, oké, je gaat mijn Pokémon ook een move leren? Swift. Ja, oké, die kan ik wel gebruiken, maar heb ik niet per se nodig. Dankjewel voor de TM. Oké, en nu? Nu gaan we even naar de vuurtoren. Ga je mee of niet? Ga je met ons mee? Ja, nee, ik mag wel. Zou wel cool zijn. Ik denk het niet. Ik denk niet dat hij al meegaat. Hallo, wat sta jij hier naar binnen te gluren, vriend? Met je rugzak. Wat ben je aan het doen? Hallo? Hij zegt, waarom? Die kleine! Ja, wat voor kleine? Wat doe je hier? Oh, hè? Wat? Word jij boos op Koraidon? Hij zegt, ik praat niet met jullie. Jullie kunnen opzouten.
Yo, hey, rustig aan, jongen. Nemona weet wie dit is. Dit is Arvin, de zoon van de onderzoeker professor Sada. Waarom doe je zo naar? Arvin die zegt, het maakt niet uit wie mijn moeder is. Het echte probleem is wat deze Pokémon hier aan het doen is. Nou, deze Pokémon heeft mij net gered, potverdorie. Deze Pokémon is een held. Arvin zegt, ja, maar hij kan niet eens vechten zoals hoe die nu is. De vorm die Koraiden aanneemt als die battle, dat is zijn echte vorm. En Nemona zegt, oh, Koraiden, dat is dus zijn naam. Hoe weet je dat? Ja, dit is de trainer zeker, of niet? Koraiden wil het laboratorium in, maar dat kan niet. Er zijn een hele hoop misverstanden hier zo. En Arvin zegt, Koraiden, die is speciaal. Niet iedereen kan zomaar zijn trainer zijn. Maar wat voor Pokémon is het dan? Vraagt Nemona. En Arvin die vraagt, denk jij dat je Koraiden mag gaan commanderen? Laten we even testen of je een waard bent. Oké, is cool. Let's go. Oh, gaan we battelen? Gaan we dat doen via een battle? Oké, let's go. Ik pak jou met LeChonk. Ik pak jou Squawfit. Let's go, LeChonkie. Hij heeft slechte herinneringen en hij hoopt dat deze battle die slechte herinneringen weg gaat nemen. Nou, laten we het zien. Ik heb Disarming Voice voor jou, Squawfit. Let's go. Is niet zo heel sterk. Oké. Hij begint mij te bijten. Dat is iets sterker dan mijn Disarming Voice. Dan ga ik tackelen. Let's go, LeChonk. Je kan dit. Hij begint nog harder te bijten. Oké, dit wordt een bite en een tackle battle. Let's go. Hij begint ook te tackelen. Oh, oké, dat was niet chill. Oké, genoeg LeChonk. Niet kapot gaan. Quaxly, het is jouw beurt. Pak hem. Oh, nu doe ik weer Tail Whip. Ja, nu wel. Waterpistool. Hebben we nu op deze manier getest of ik het waard ben om Koraiden mee te nemen? Door te battelen tegen een Squawfit? Heel ziek. Ja, hele zieke battle wel. Oké, Arvin. Ja, dankjewel voor deze battle. Wow, Rikkertje, dat was geweldig, zeg maar, Mona. Ik had geen eens de kans met de Pokémon die ik net had gevangen. Maar als je echt denkt dat je Koraiden van me over wil nemen, heb je dit nodig. Dit is de Pokéball waarin die zit. Oh, is dat een speciale Pokéball of is het... Nee, het is gewoon een normale Pokéball. Oké. Koraiden's Pokéball. Thanks. Maar Mona vraagt nu aan Arvin, maar waarom had jij hem eigenlijk? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Oh, dat beantwoordt hij ook gewoon niet. Hij gaat er gewoon weer door. Nou, laat jij je Pokémon op zo'n manier achter. Wat een gast. Nemona vindt het ook maar een weirdo. Nou, welkom Koraiden. Leuk dat je erbij bent. Nemona zegt, ja, die Arvin guy die weet meer dan dat hij nu laat blijken. De volgende keer dat we hem battelen, dan ga ik zeker wat antwoorden vinden. Maar nu moeten we in de lighthouse, want Nemona wil ons het uitzicht laten zien. Koraiden is nu bij ons, maar we kunnen niet met hem battelen, want hij heeft dus zijn true form nog niet. Eerst eens even kijken achter de lighthouse. Hoi, LeChonk. Ik dacht eigenlijk dat ik even ging kijken of hier een item lag. En die lag er ook. Wow, dit voelt net als Zelda Breath of the Wild. Als je net zo'n toren hebt beklommen. Ja, dit is wel een uitzichtje hoor. Nemona zegt, dat is Mesa Goza. Wat is Mesa Goza? Is dat die stad die daar ligt? Is dat hoe het heet? Mesa Goza? En dat grote gebouw met die Pokéball, dat is onze school. Oké. Oh, zitten we in dezelfde klas? Nou, nice. Gezellig. Nemona zegt, ik kan niet wachten tot ik terug ga. We gaan zoveel leren en zoveel battelen en zoveel. Ze is super enthousiast. Is het niet geweldig wat je vanaf hier kan zien? Ja, het is top. Het is super mooi. Bergen, bossen, graslanden, mooie natuur. Ook wel een paar pixels, to be honest. Maar dat maakt niet uit. En weet je wat er allemaal is op deze plekken? Heel veel Pokémon. Pokémon. Ik wil je graag officieel welkom heten in Paldea. Het is nogal een wandeling naar de school. Laten we eerst naar Los Platos gaan. Dat ligt op de route. Let's go! En dat gaan we doen in de volgende video. Heel tof om te zien hoe we Koraiden hebben ontmoet. En wil je deze serie volgen, dan weet je wat je moet doen. Duimpjes omhoog, niet vergeten te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Oh ja, knal het belletje aan. Want dan mis je niks. Mazzel!